Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is tijd voor Black IPA, het is zondag. En ik hoor je denken, er zit al bier in het glas. Ja, dat heeft een reden. Ik heb dit bier al een keer eerder gehad. Heb ik hem hier opengemaakt. Dat was echt een ongelofelijke gasher. Dus ik heb hem even in de gootsteen opengemaakt alvast. We hebben het hier over een bier van de Blerikse Brouwcompagnie. Deze video wordt door hun mogelijk gemaakt, want ik heb dit bier van hun verkregen, voor de tweede keer dus. En hij kwam ook weer lichtjes omhoog en uit de fles zetten. Dus ik heb alvast even wat in het glas geschonken. Dus het is, er staat eigenlijk niet zo heel veel op. Er zit een mooi kaartje op, Rate Me on Untapped. Dat gaan we uiteraard doen, die haal ik even af. Hij is 7,1%. Er staan geen ingrediënten op. Ik heb geen flauw idee wat voor hops hiervoor gebruikt zijn. Wat jammer is, want ik vind het altijd fijn als het erop staat. We gaan even verder in het glas schenken. Er zit heel veel depot in het flesje. Je kan het hier aan de zijkant van het fles zien, dus ik ga echt niet alles erin schenken. Ik ga even een beetje proberen een schuimkraag te creëren. Dat ziet er echt wel heel mooi uit. Echt heel donkerbruin. Er zit echt van alles nog. Ik weet niet of je het kan zien, maar het kleeft er aan het glas. Hij is echt donkerbruin, echt. We gaan even snel aan de neus. Een donkerbruine kleur met een beetje een lichtbruine schuimkraag. Ga snel aan de neus. Ongelooflijk veel koffie. Heel veel koffie. Ik weet ook niet wat hier allemaal... Dat is waarschijnlijk de nagisting in de fles die echt ongelooflijk aanwezig is. En je bijna niet kan... ontgaan als je dit bier in je hand hebt. Onderaan in het glas zie je het. Je ziet het in het glas plakken aan de bovenkant. Je ziet het in het flesje blijven hangen. Ziet er best onsmakelijk uit, al zeg ik het zelf. Maar hij ruikt heel goed. Heel erg roasty toasty, mooie koffietonen erin. Ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat smaken. Proost. Zo, dat is wel een hele straffe bak. Heel erg roasty toasty. Totaal geen fruitige tonen. Heeft eigenlijk bijna niks weg van een IPA. Als je het mij vraagt. Een beetje uit balans. Neigt meer naar een stout dan dat het iets weg heeft van een IPA. Heeft wel een kleine bitterheid, maar het is echt heel ver te zoeken. Heeft meer de koffiebitterheid en dan eigenlijk een bitterheid die je van een IPA zou verwachten, die je van een Black IPA zou verwachten. Wat wel mooi is, dat de koffietonen er heel mooi in zitten en een roasty toasty backbone die ik heel erg fijn vind hierin zitten in. Zijn eigenlijk de enige twee pluspunten. Wat je allemaal in het glas ziet. Onderaan in het glas. Aan de zijkant van het glas. In het flesje ziet drijven. Hij is echt zo murky als ik weet niet wat. Het ziet er niet heel erg netjes uit. Het ziet er niet heel erg lekker uit. Het ziet er niet heel erg uitnodigend uit. Maar dat is mijn mening. Dus dat zijn wel dingen waar ze aan moeten werken. Als ze dit bier nog een keer gaan brouwen, moet dat echt wel beter. Want dat zie, ik vind het echt, ja, het is niet heel erg mooi om te zien. Vind ik het een slecht bier? Nee, maar ik vind hem eigenlijk meer richting een stout gaan dan dat het eigenlijk een Black IPA is.
Het IPA karakter haal ik er niet heel erg uit. De bitterheid van de IPA is ver te zoeken, want de roasty, toasty en de koffie, die overheersen heel erg. En niet dat het erg is, maar ja, je zou van een Black IPA toch verwachten ook wel een beetje de bitterheid en misschien wat fruitige tonen van de IPA mooi in balans met die koffie en die roasty toasty. Dat is juist het lekkere van Black IPA, vind ik, als die heel mooi in balans is. En dat is bij dit bier helaas niet het geval. Wil je de score weten? Ga naar Untappd. Bleerlijkse Brouwcompagnie, hartstikke bedankt voor het toesturen voor dit bier. En, heel erg benieuwd als jullie het bier nog een keer gaan brouwen, hoe die dan zal zijn. Of die dan, ja, die puntjes die ik net noem, of die getweaked gaan worden. Wil je de score weten? Ga even naar een tab. Daar kan je me vinden. Ik ben te vinden op Facebook en Instagram en TikTok. Dit was hem weer voor deze review. Ik zou zeggen proost. En tot de volgende keer. Cheers.